Hoi mensen van Jacraft en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van The Kingdom. En mijn muis speelt hem weer helemaal, het is om te janken gewoon. En ik heb net al opgenomen, toen was ik geluid weer eens vergeten aan te zetten, ik ben een koekbouws. Maar nu ben ik dat niet. Dus, oh mooi 360, wauw. Het lijkt me een heel goed plan om in deze donker te teden ondergronds te gaan. Want die creeperbeesten hier allemaal, dat staat me echt niet aan. We gaan deze mijn, gaan we mooi opknappen. Dat lijkt me een heel goed plan. Zand heb ik niet nodig. En hoe beginnen we daarmee? Nou, dat zal ik je vertellen. Wij beginnen met... Is het de fondiet? Nou, het is wel hoog genoeg ook wel. We beginnen zo met een aantal pilaren. En we zitten hier in deze prachtig mooie woestijn zandbiom. En het is natuurlijk hartstikke leuk. Alleen er groeit geen boom. Dus die hebben we even moeten importeren uit een ander broeder kingdom waar wij. Koekoek. Mijn. Ja. Ik struikel echt altijd over mijn woorden. Het is om te huilen. Hoe gaan we dit doen? Is dit hoog genoeg? Even kijken, heb ik nog ergens trappetjes? Nee, dan moet ik weer naar boven huilen. Dus die hebben we even moeten importeren, maar dat is geen probleem. Want we hebben alliantie met. Van Theox of iets in die richting. Kijk hoe dit uitkomt hoor. Komt dit goed uit? Oh ja, voor de duidelijkheid. Ik heb het net ook gezegd, maar toen stond de opname niet aan. Dom. Kan ik... Ja, dat is perfect. Dat is... Nee, dat is niet perfect. Nee, nee. Het is echt geweldig. Zo. Ah, ik zat wel bijna mijn koninklijke hoofd. Maar, dat geeft niet. Dit is wel weer een beetje jammer. Dit gaan we maar anders aanpakken. Met het bijltje. Muis gedraag je AUW. Dank u. Ja, dit ziet er veel beter uit. Wow. Oh, wow. Zo. 737. 8265. Het is fijn, meid. Gefeliciteerd. Mijn muis is echt om te janken. Dat heb ik alleen als ik Minecraft opneem met geluid. Het gaat helemaal nergens over. Of eigenlijk ook wel. Maar I don't care. En ja, aan die kant dan zien we wel wat we daar doen. Dat komt wel later. Laten we gewoon beginnen met de trap. Laten we prioriteiten stellen. Dat is belangrijk. Die ook. Ja. Zonde van het hout, want je ziet maar een kwart. Maar. We hebben meer dan zat. En nu moet ik eventjes hopen dat er geen creeper op me staat te wachten. Dus ik ga lekker vliegen. Met mijn YouTube rank. Dat mag gewoon. Eigenlijk mag je niet vliegen met YouTube. Maar ik heb YouTube. Ja. Met YouTube mag je niet vliegen. Maar ik heb ook. Bij een drop party heb ik een MVP of zoiets rank gewonnen. En nu mag ik wel vliegen. Het is echt... Het leven zit mee. Het is niet normaal. Zo, dat is genoeg. Kijk. Die heb ik. Hallo kaashaas. Dan moet ik ook even meedoen, hè. Yo. Je bent op... YouTube gefeliciteerd. Zo, nou, weet hij dat ook weer? Want er zijn mensen die denken, ja, ik ben met mijn Minecraft naam in beeld. Laat ik je gaan strijken. Waar zit je met je hoofd? Als je dat doet. Ah, hij zegt hallo. Jullie zeggen wel hallo terug, toch? Zo, ze zeggen hallo terug. Jevercraft. Ja, ja. Zo heet mijn kanaal. Oh, echt? Ja, het is heus. Ah, nee. Niet doen. Stomme trap. Kaartje. Laten we trouwens alle... Waar zijn we... Oh, daar zijn mijn fakkels. Joh. Windkip. Ah, nee. Hè. Moet ook hier nog. Wanneer? Ik denk...
Zaterdag? Nee. Even kijken. Moet ik even denken hoor. Donderdag zitten er 3 dagen tussen. Dat is... is moeilijk, heel erg rekenen. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Zo. Nou, weten jullie dat ook meteen weer? Dan weten jullie als jullie dit zien. Dus... zo, och, dit wordt zo mooi. Stomme fakkel, je staat verschrikkelijk in de weg. Boom. Ja, ik voel het. Dit wordt prachtig. Deze niet overslaan. Want we gaan in dit kingdom, in Kingdom Herdracht heet het trouwens, maar dat hebben jullie wel gezien. Oh, stomme fakkel. Herdracht is een naam die is vervormd door degene die de kingdom heeft aangemaakt. Die heeft het verkeerd geschreven van Herdracht, dat is... oké. Okay. Die, in The Last Kingdom had ik een kingdom genaamd Herdracht bedacht. Ik moest geld hebben toen in die aflevering en dan moest ik geld van verschillende landen hebben. Dan had ik Herdracht bedacht, of ja, Herdracht. En dan hebben ze hier Herdracht van gemaakt naast te doen in de Westmaak. Maakt mij niet uit. Als het maar mijn kingdom is. Ah, dit wordt echt geweldig. Ik ben nu al blij met dit kingdom. Blijer dan ik ooit met Toros ben geweest, want met Toros had ik geen vrijheid. Moet ik altijd naar de owners luisteren. Hier moet het ook wel, maar minder. En dat is mooi. Ik hou van vrijheid hebben. En normaal omdat ik nog best wel krap in mijn tijd zit, gezien ik YouTube heb. Ik heb school. En ik heb leven. Allemaal tegelijk, vooral dat leven erbij is nog heel lastig. En ja, dan is het niet fijn als ze van je verwachten dat je als koning 4,5 uur per dag online bent. Zoiets weet ik veel wat ze verwachten, maar ze verwachten wel iets wat eigenlijk niet haalbaar was. En nu ja, eisen ze minder. Ze eisen gewoon dat je online bent. En ja, als je dat niet doet, dan is het je eigen verantwoordelijkheid. Dan maakt er wel weer een andere kingdom aan. En dat vind ik een heel goed plan. En hier weer eentje. En nu krijgen we het zandprobleem. Dat is heel naar. Maar daar hebben we de toortstactiek voor. Hier komt er... oh, kijk, dat gaat gewoon uitkomen. Wow, dat is cool. Nou, we laten het hier even bij. De rest, dat zien we zo wel weer. Hier moet er nog één. En een muisje, doe normaal. En zo. Ja, kijk, dit wordt echt geweldig. Ik zie het nu al voor me. Naar boven hollen, wat steen halen. Hier, over, geef mij steen. Misschien maken we er ook wel een keer een patroontje in hoor. Maar dat is nu voor latere zorg. Want zoveel materialen hebben we niet. Dit is allemaal steen, dat is hartstikke... kijk, dit ziet er natuurlijk niet uit. Dit is echt geen gezicht. Dat ook niet, die muis. Nee, geen gezicht. Ploep. Zo. Ah, muis. Echt, ik word helemaal naar van je. Oh. Dit is nog erger. Zo. Lekker hakken. Nou, de volgende afleveringen worden wel wat actiever worden. Dat we alleen blokjes plaatsen en hakken. Al is dat natuurlijk wel het hele idee van Minecraft, hè? Vergeet dat even niet. Het idee van Minecraft is blokjes plaatsen en hakken. Dus dan ga je niet zeuren in de comment van... je haakt de plaats alleen maar blokjes. Want dan moet je geen Minecraft video's kijken. Tenminste, je moet altijd mijn video's kijken natuurlijk. Hè? Dat moet je dan wel weer doen. Je hoeft geen Minecraft video's te kijken. Behalve die van mij. Mooi, hebben we dat ook wel afgesproken. Oh ja. En we zijn alweer bijna door de steen heen. Ah, huilen. Deze kan nog. Nou, zie dan hoe dit eruit ziet. Ik ben er nog best blij mee. Het is simpel, maar het is een begin. En dat is waar we naar op zoek zijn.
Want later wordt het natuurlijk allemaal hartstikke mooi. En wordt het allemaal bling bling, zand zand. Want dat is de biome. Je moet wel een beetje in de biomesfeer blijven natuurlijk. En wat extra eten misschien. Hoe staat het trouwens met het farmtje? We hebben hier een hele professionele... Hé, kijk, er is een aardappel klaar. Jee, we moeten echt een keer dieren gaan halen. Die boom is veel te groot. Niet cool. Nee! Huilen. Ga ik wel een keer offscreen hakken, want daar heb ik geen zin in. Waar waren we gebleven? Daar. Oké. Muis. Nog één keer, vriendelijk verzoek. Doe maar al. Bloep. Dat is ook iets aan Kingdom. Wat zit hier nou voor een stom gat achter? Dat is toch geen gezicht? Er gaan allemaal stomme beesten in spawnen. Zo. Opgelost. Ja, dat gat echt niet helemaal dichtgooien. Ja, helemaal gek. Bij Kingdom maak je echt alles meteen mooi. Maar dat heb ik al gezegd of niet? Was dat weer... Ah, ik ben eigenlijk helemaal niet waar. Niet doen, gewoon niet nadenken. Gewoon doen. Oké. Hier nog even verder trappetjes plaatsen. Muis. Wordt helemaal naar van je. Ploep, 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 ploep. Ik heb trouwens aan CG Techno kanaal... Gifted Games staat in de beschrijving. Ik noem hem zo vaak. Het is een soort YouTube community, zijn wij met z'n tweeën. We werken heel veel samen. Hebben jullie vast wel een keer gemerkt. Heb ik gevraagd of hij mee wil doen, maar... Ja, hij is goed met Redstone dus, want daar bestaat zijn hele kanaal uit. Dan kan hij mooie geheime systemen maken, maar dat weet hij nog niet of hij dat gaat doen. Waarschijnlijk niet, want hij heeft natuurlijk druk met zijn eigen kanaal. Hij heeft ook nog school, hij heeft ook nog een leven, net als ik eigenlijk. Ik heb ook nog school in het leven. Maar soms moet je dat negeren. Nee, grapje. Dat zou best wel heel erg bitter dom zijn. Want dan, stel je negeert. Het is weer nacht. Nee, 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 meneer de creeper. Dat dacht ik dus even niet. Ik kan vliegen. Dat was ik even vergeten. Ja, ja. Daar heb je niet veel terug, hè, stom beest. Zo, sorry mensen, maar als die creeper, ben ik zo zat. Ik ben net de halve de aflevering, waar ik het geluid niet heb opgenomen, heb ik de halve aflevering besteed aan gaten vullen. Nou, dat is echt om naar van te worden. Wil jij ook nog even een zwaard voelen? Hier, voel mijn zwaard. Zo, oh. Heb je hem te hard gevoeld? Ach, wat sneu. Jij ook nog? Wil je je broertje achterna? Oké, mijn best jongen. Zo. Boom. Die heeft even klappen gehad. We zijn weer door de trappetjes heen. Zo. Tot man, best wel een bult trappen. En hoe gaan we dit nou weer doen? Nou, dat komt ook later wel. Laten we eerst de rest nog even doen. Ik klets alles wel lekker bij elkaar. Dat is wel mooi. Dat is leuk. Dat is YouTube. Even een spelletje spelen en ondertussen klets je er nog een verhaal aan vast en dat is het dan. Editen, best veel werk trouwens, editen, moet je even niet even vergissen. En uploaden en renderen, nog meer werk, moet je je helemaal niet even vergissen. Renderen is echt niet leuk. Dat duurt echt met zo'n video denk ik een half uur tot een uur, zoiets. Ik hou er niet echt bij. Zie hoe cool dit eruit ziet. Het is een... Die torch zit verkeerd. Ergert me echt. Ik ben hier echt trots op. Het is zo simpel, maar ik vind het echt best cool. Hey, hier is weer een monsterruimte. Tenminste, licht. Gevoelig voor monsterspans in ieder geval. Ja. Maar wat ik dus aan het vertellen was: renderen is echt niet leuk. Want eerst moet je het editen. Dat is wel leuk. Editen is gewoon leuk. Dat vind ik leuk. Ja, leuk. 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 En, maar renderen. Hoe meer je edit trouwens, dat is dan wel jammer. Je wil zoveel mogelijk editen, want editen is leuk. Maar hoe meer je edit, hoe meer je mag renderen. Jee. Dat is niet leuk.
Want ja, als je meer edit heb je meer tracks, heb je meer aparte geknipte dingetjes en dan heb je weer meer gezeur en dan duurt het renderen weer langer en dan zit je weer 2 uur achter je computer te verdoen. Nee, want ik ga echt wel andere dingen doen als ik aan het renderen ben. Maar mijn computer is dan niet bruikbaar, dat is dan wel weer jammer. Oh, nee, 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 dat dacht ik dus even niet, hè. Huh? Zo, hier. Dat is dus het gevaar van die rare gaatjes. Zo. Wegve. Ja, precies. Kaashuis, je hebt helemaal gelijk. Wegve. Ik dacht precies hetzelfde. En die. Ploep. 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 En dan heb je het renderen gehad. Trouwens, om gewoon weer midden in ploepjes in mijn verhaal terug te komen. Klopt dit? Ja, dit klopt. Mooi. Dan moet je het nog uploaden. En dat doe ik meestal, doe ik dat een paar dagen van tevoren. Dan weet ik zeker dat hij op tijd online komt. Want dat kan gewoon bij YouTube partner, dus ik kan gewoon gepland uploaden. Dan zit ik gewoon op school en dan ploep. Hoe dan? Oké. Okay. Hij is ineens een mot. Oké. Okay. Ik heb flauw idee hoe. Maar het is zo. Zo, hey, taakbalk, dat is ook weer een tijd terug, zeg. Dat jij voor het laatst online kwam. Taakbalk online? Ja, waarom ook niet. Oh, deze is in één keer goed. Jeetje, wat fijn. Sollicitatie. Oké, okay, nou, ik hoef geen mot te worden, hoor. Het kost alleen maar meer tijd. En dat heb ik niet. Ja, die moet wel weg. En mijn hout is niet op. Niet gaan huilen voordat het zeker is dat je moet huilen. En deze nog even. En dan ben ik weer bijna door mijn steen heen. Toortje. En als we dan klaar zijn met deze prachtig mooie, geweldige, fantastische, op en top, weet ik voor wat allemaal, mijn. Dan denk ik dat het tijd is om deze aflevering af te gaan sluiten. Maar dat is nu nog niet. Dus jullie mogen nog mooi even genieten van hoe ik blokjes aan het hakken en aan het plaatsen ben. Oh joh, maar eentje. Dat is makkelijk. Q. Ik dacht precies hetzelfde. Denken jullie ook wel eens Q? Laat het achter in de reacties. Denk je Q? Zeg dan Q in de reacties. Dat lijkt me een zeer strak plan. Blokje, kom naar mij. Kom maar. Blokje is allemaal weg. Stom. Zo, oké. Okay. Mot Douwe, wie is Douwe nou weer? Oh, dat zou die kaashaas wel zijn. Oh, al die bomen, het is om te janken. Auw. Hé, dat dacht ik dus even niet, hè? Oh, dat was net op tijd. Muis, doe niet naar. Goed zo. Ga maar in het water zitten. Potverdikkie. Om het even netjes te houden, hè. Is er weer zo'n stom beest ontploft. Dankzij jou, stommerd. Jij ook, stommerd. Ja, ga jij wel lekker zwemmen, stommerd. Die... Wow, muis. Ik wil gewoon mijn mijn afmaken. Het is non-stop nacht hier. Ik word er helemaal naar van. Nou, dit repareer ik een andere keer wel. Vervelend. Nee, 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 nee. Nee, doe nou niet. Stomme beesten.
creeper is maar het al verloren. Eén zorg minder. Zo, boom. In your face. Zo, kunnen we weer verder hoor. Hoop dat er niet de creeper in mijn nek springt. Want dat is mijn hele mooie kunst eigenlijk naar de klote. Nee, jij hoort niet zo, stout blok. Ik ben veel te lang bezig. Help, ik moet toch een knip in deze aflevering. Jammer. Wordt weer langer renderen. Huilen. Ah, ik heb ook niet genoeg steen. Nou, dan krijgen we het maar niet af vandaag. Dan doe ik het wel een keer als ik tijd over heb. Ik ben sowieso trouwens wel van plan in ieder geval om de anderhalve week te uploaden. Want dan blijven jullie ook een beetje actueel op de hoogte. Misschien zelfs wel wekelijks. Of meerdere keer per week, hangt vanaf hoeveel tijd ik kwijt ben aan een aflevering opnemen. En als het er zo uitziet als nu, is dat best wel veel. Veel tijd. Nee, ik ga het niet redden vandaag. Oké mensen, druk even op de duimpje omhoog als je het tof vindt om mee te doen. En om dat ik deze serie weer ben begonnen. Ah, kom ik één blokje tekort, het sneu. Nou, dan dit lijkt erop. Hoppakeetje, prachtig. Blokje, kom hier. Dank u. Trouwens. Ho. Ga niet half werk doen, hè. Ja, ik ga blijven ondertussen lekker vliegen. Want anders dan word ik zo meteen weer vermoord door een stel creepers of zo. Nee, dat is geen goed plan. Want als ik dan vliegend offline ga en ik ga online, dan val ik dood. Dat willen we niet. Nou ja, ik zeg... Doe dat even. En laters.